Dat was 40 jaar geleden, maar op dit moment vindt in Kiewit in Hasselt een heel ander festival plaats. Rimpelrock, het bewijs dat op muziek en ambiance geen leeftijd staat. Straks spelen onder meer Luc Steno en Dana Winner voor het publiek van voornamelijk 50-plussers. Wij stuurden een van onze jongste reporters, Goedele Vermalen. 'S Ochtends om 10 uur staan hier al lange rijen festivalgangers. Allemaal met een opperbest humeur en met een stoeltje. Oh, dat is gewoon een zo'n klapstoeltje. En dat is een kussentje voor een beetje zacht te zitten. Dat is eigenlijk voor heel de dag, hè? We dachten deze jaar dat vader Abraham komt, dus dan moeten we toch origineel voor de dag komen. Hè? Het weer zit mee en op het terrein installeert iedereen zich zo comfortabel mogelijk. Mesdames en messieurs, dames en heren, Rimpelrockers, hier zijn les compagnons de la chanson. De mensen genieten hier al van 's morgens vroeg. Voor mij is dit de eerste keer dat ik zoiets doe, maar het ziet er eigenlijk wel fijn uit, ja. Ik denk dat het een geslaagde dag wordt. Volgend weekend is hier het rockfestival Pukkelpop op hetzelfde terrein. En daar zal het er vast helemaal anders aan toe gaan. Op de camping van Rimpelrock bijvoorbeeld geen tentjes, wel campers. Dat is voor de jonge mensen, hè. En wij moeten allemaal ons stoeltjes meenemen, maar die gaan gewoon. Nu is dat zomaar beperkt, maar dan hebben die heel terrein. En die gaan gewoon recht staan en dansen waarschijnlijk, hè. Dat was een muzikaal einde voor dit middagjournaal en we begonnen ook met muziek.